In Amerika tel je pas echt mee als je een keertje failliet bent gegaan. In Nederland zijn we wat minder trots op onze missers. Dat taboe willen we slecht in onze rubriek vallen en opstaan. Want van je fouten kun je leren. En Qgo is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja, Qgo is een fantastisch product. Een soort elektrische driewieler waar je niet op zit, maar je staat erop. En Leon Vergunst die bedacht hem. Hij ging hem ook maken, maar toch zien ze nog niet rijden. Ja, en onze verslaggever Flip de Jong die zocht Leon op en vroeg hem al rijdend op zo'n Qgo. Wat ging er nou mis? Lekker bewegen met de voeten zo en de knieën op dat ding. Het is net skiën, hè? Ja, hoe hard kan die? Hij kan 25 km per uur. Mooi. Hij is 100% elektrisch. Er zit een elektromotor in het voorwiel. Je kan er ongeveer 30 km mee rijden en daarna moet je hem weer opladen. Nou, we wilden een voertuig ontwikkelen wat zo min mogelijk plek inneemt in het verkeer. Waardoor je eigenlijk heel flexibel door het verkeer kan rijden. Je ziet dat de steden worden steeds drukker. Dus hoe minder plek je inneemt, hoe makkelijker je door het verkeer heen gaat. Prachtig, maar na een succesvolle start ging het vorig jaar helemaal mis. De enige distributeur voor Europa stopte er plotseling mee. En daardoor ging de productieafdeling failliet. Onze enige afnemer die eindigde zijn bedrijfsvoering. En ja, daardoor konden we ze in Europa niet meer verkopen. Dus jullie moeten weer helemaal opnieuw beginnen? Ja, helaas wel. We hebben natuurlijk wel de ervaringen die we opgedaan hebben in de eerste jaren, waar we weer mee verder kunnen. Maar goed, het product moet weer opnieuw gecertificeerd worden. En ja, de moeilijkste stap is om die aantallen te gaan produceren. Wat is nou de belangrijkste les die u geleerd heeft? De belangrijkste les is dat je afhankelijkheid van één partij moet vermijden. Ten alle tijden. Ja, Leon durft gewoon op tv te zeggen waar het op stuk liep. Ja, dat vind ik gewoon moedig. Ja, dat zijn we in Nederland ook niet echt gewend om over je fouten te praten of ervan te leren. In die zin hoorde ik laatst HP, Hewlett Packard, toch al heel lang een van de meest innovatieve bedrijven. Die had vroeger funeral parties. Dat waren feestjes om te vieren als een product was gekild. Dus om van je mislukkingen te leren. Leven de mislukking. Ja. En dan moet je ook gelijk boter bij de vis. Wat is jouw grootste mislukking? Oh jee. Nou, ik heb 4, 5 jaar geleden een internetprogrammaatje gehad. Mm. Dat gingen we live uitzenden op internet. En er keek geen hond naar. Nu is het heel normaal, denk ik, om wel ook live wat te kijken. Of dingen wat heb je ervan geleerd? Dat ik net iets te vroeg was.